Een vliegveld dat jaarlijks 4 miljoen passagiers verwerkt, levert bijna 4000 banen op. Die boodschap probeerde het college gisteravond tijdens een extra opinieplein uit te leggen. Maar de meeste aanwezigen uit het kamp van de tegenstanders waren niet op andere gedachten te brengen. Eerst was het 1 miljoen, toen 2 miljoen, nu is het 4 miljoen. Over het volgende jaar is het 6 miljoen. En zo gaat het verder, want een nieuwe PKB is zo gemaakt. Wat worden het voor banen? Worden dat banen waar straks kostwinners hun gezin van kunnen onderhouden? Of worden het oproepcontracten bij uitzendbureaus? U maakt zich denk ik niet erg betrouwbaar als u zo snel in ontwikkeling de luchthaven laat groeien in deze ideeën. Ik hoor hier het applaus ook iedere keer. Maar we moeten niet vergeten dat de meerderheid van de inwoners van gemeente Lelystad voor uitbreiding is van de luchthaven. Nee, alhoewel ik begrijp dat de banen geschept moeten worden. Maar als dat niet op een andere manier kan dan door middel van een vliegveld, dan vind ik dat heel erg pover. Ik ben nog steeds fel tegen uitbreiding van Lelystad Airport. Want het gaat nu al om een uitbreiding naar de grootste regionale luchthaven van heel Nederland. Maar dat is vast niet het einde, want volgend jaar wordt er al doorgegaan voor nieuwe PKB. En dan wordt het ook nachtvluchten en vrachtvluchten. Dus het is zeker niet het einde. Maar aan verdere uitbreiding van die zogeheten planologische kernbeslissing PKB zal de gemeente in geen geval meewerken, zo verzekerde het college. Toch hebben ook voorstanders van het vliegveld twijfels of dat wel zal lukken. Daarom zou er volgens een van hen een convenant moeten komen tussen het Rijk, Schiphol, provincie en gemeente. Daar zou in moeten staan dat een mogelijke toekomstige verdere uitbreiding van die PKB, die oprekken van, niet anders kan geschieden naar mijn gevoel dan met instemming van de Lelystadse bevolking. Het college denkt gisteravond toch enkele tegenstanders te hebben overtuigd. Het is nu aan de gemeenteraad om binnenkort zijn oordeel te geven over het vliegveld.